Wil Boessen presteerde afgelopen seizoen goed met FC Os. De club won de derde periode en is daardoor verzekerd van play-off voetbal om promotie naar de eredivisie. De laatste vijf wedstrijden werden echter niet gewonnen. Toch is dat niet de reden voor het ontslag van de Limburgse trainer. Met name dat wij steeds moesten lezen hoe goed hij eigenlijk wel was en hoe goed hij gepresteerd had. En vervolgens ook nog een keer na de wedstrijd tegen MVV, zonder dat we dat met elkaar afgesproken hebben in de businessclub, aan te geven dat wij eigenlijk een ambitieloze club zijn. Ja, dan knakt er echt wel wat bij mensen, want daarmee zeg je feitelijk dat hij belangrijker is dan de club. En dat pikken we niet. Het is heel stevig. Ja, openheid valt te prijzen. Begrijp me niet verkeerd. Maar het is vrij stevig. Misschien wel eens van karaktermoord die nu gepleegd wordt op Wil Boessen. Nee, ik denk van niet. Want uiteindelijk is hij zelf verantwoordelijk voor de keuze van de woorden die hij de afgelopen vier weken gebruikt heeft. Het moment van het ontslag, zo vlak voor de start van de play-offs, lijkt ongelukkig. Maar door de negatieve uitlatingen van Boessen in de media was de spelersgroep ook wel klaar met hem. Het speelde al weken en natuurlijk je haalt een periode als club zijnde en dan worden mensen uitgenodigd en dan mogen ze overal een beetje er zegje doen. En alleen dat merk je ook wel in de groep, dat er wel wat meer waardering naar de spelers toe mag komen. En dat is misschien een beetje achterwege gebleven. Wil Boessen zelf wilde niet voor de camera reageren en laat in een schriftelijke verklaring weten zich te distancieren van de uitspraken die over hem zijn gedaan.